Kvetepak is een Nederlands familiebedrijf, opererend sinds 1997. Van origine een co-packer, maar inmiddels in de laatste 25 jaar gemigreerd naar een contract manufacturer. Wij bieden dus verpakkingoplossingen en productieoplossingen voor confectionery, food, pet food, consumentenelektronica. En ik hoop binnenkort ook iets in life science en health te kunnen betekenen. Ja, de uitdagingen die we krijgen van alle mooie merken die we bedienen, liggen met name op het gebied van innovatie. De producten, de life science ervan, die worden korter. Dus dat betekent dat investeringen steeds moeilijker worden. Ze zoeken naar flexibiliteit. We lossen dat op met mens en technologie. De schaarste op de arbeidsmarkt, die speelt natuurlijk steeds een grotere rol. Het stijgen van de kosten. En dat hopen we samen voor hun op te lossen door middel van ons stuk automatisering en robotisering. Ja, die drie projecten hadden elk zeg maar hun eigen criteria. Als ik kijk naar het origami project, dan was het criterium met name haalbaarheid. En anders hadden wij 15 mensen per unit in moeten zetten, waardoor het project niet haalbaar zou zijn. En de andere projecten die hadden met name te maken met schaalbaarheid, output. En dat waren twee complete verschillende vraagstukken. Het ene vroeg naar een grote output en het andere vroeg juist om mee te kunnen groeien met het project naar de toekomst toe. En dat hebben we mooi ingevuld met deze investering. Afgelopen periode kwamen een aantal projecten naar voren, waarbij dat GIE kenbaar maakte dat er een zeer sterke investering komt op automatiseringsprojecten, onder andere robotica. Binnen die technologie hebben wij als Omron proberen zo goed mogelijk de sterke kwaliteit en de innovatieve technologie te implementeren en te adviseren naar GIE. GIE heeft dat dan meegenomen in het team van Vetipak en daar hebben ze verdere concepten samengesteld. Als Omron zijnde geven wij vooral naar een integrator of een partner, zoals we het noemen, de kennis, de kunnen en de tools om dan een traject zoals bij Vetipak vlekkeloos in te passen en de in- en output van een klant te realiseren binnen de gepaste ROI. Ja, het speciaal aan de robotgeïntegreerde controller is dat zowel de sequentie van het programma als het robotprogramma en de motion van alle assen door één controller aangestuurd kunnen worden. Dat geeft grote voordelen en tijdswinst in het programmeren. Ook een voorbeeld is dat we de gebruikersinterface veel gemakkelijker kunnen maken voor de operator. Omdat je nu ook in het bedieningsscherm zelf de positie van de robot kunt aanpassen. De samenwerking tussen Omron, Vetipak en B-Electrical is totaal verschillend, maar wel versterkend en aanvullend ook. Als we kijken Omron naar Vetipak toe, dan is dat echt een lange termijnsrelatie, waarbij dat wij de eindklant Vetipak inspireren en vooral ook service supporteren. Als we kijken naar B-Electrical, dat is een van Omron's solution partners. Bij hem gaan we vooral adviserend werken op vlak van producttechnologie en daarnaast gaan we assisteren op vlak van technische kennis. Ja, dat is een hele mooie samenwerking. Dat is één van de vele voorbeelden die we hebben. Together we make the difference. We pakken allemaal onze eigen rol. Omron als inspiratie. Die zorgt dat wij de nieuwe technologieën op tijd krijgen en kunnen leren. En B-Electrical natuurlijk, die helpt ons als een extended engineer om te zorgen dat we die platformen integreren in onze technologische roadmap. Voor ons is het heel makkelijk om nu een kleine wijziging te doen in een datum op een verpakking of een lijnpositie op een verpakking. En dit ook door te geven aan een operator. Veel gebruiksvriendelijker dan voorheen. Ja. Het lijnproces is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de totale oplossingen. Kijk naar de oplossing voor personal care. Het gaat over luxe producten. Die moeten er goed uitzien. Dat moet gewoon netjes en volledig precies vergelijmd worden. En als je kijkt naar de oplossingen die we gemaakt hebben voor de voedingsmiddelenindustrie, is het belangrijk dat alles voedselveilig is. Dus daar precisie is ook enorm belangrijk. En dat kunnen we heel mooi oplossen door middel van die Viper-technologie. De toekomst zien we natuurlijk rooskleurig in. Als je kijkt waar we voor staan, dus we blijven gewoon productieoplossingen bouwen door middel van mens en techniek. Waarbij we op dit moment, ik denk, al een 50-tal robots in huis hebben. Maar ik hoop dat er nog vele zullen volgen. Want onze droom is natuurlijk die fabriek waarbij we de factor technologie, de diversiteit aan technologie die we nu inzetten, vervangen door eigenlijk één technologie. En dat wordt robotisering. En ik hoop de rol van onze partners B-Electrical en Omron, dat die ons daarin blijven inspireren en kennis met ons blijven delen om die droom te verwezenlijken.